En ik ga nu naar Nook. Ik heb wel even een afspraak. En daarna boodschappen doen. Het is super, super irritant. Ik kan niet anders zeggen dat het er niet super smakelijk uitziet. Deze schoenen onder deze broek kan echt niet. Oh, Wesley ziet er niet uit. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag maandag en ik ben onderweg naar de sportschool. Ik ga even trainen en ik ga even sporten. En daarna ga ik editen. En misschien vanavond naar Wesley en Carlijn of zo. Ik weet nog niet echt. Ik heb nog niet. Vandaag heb ik nog niet echt plannen. Behalve dan dat ik moet sporten. En dit vind ik zo'n mooi nummer. Volgend jaar. PSV met kampioen. Maar een zomer geen oranje. Dat wil ik nooit meer doen. Tabé, mijn vriend van Guus Meeuwis en Digi Dex. Zeker een aanrader om een keer te luisteren. Heel leuk om terug te blikken naar vorig jaar. Zelfde outfitje aan als gisteren. Ik moet alleen echt mijn haar wassen, want het wordt een beetje vettig. Alleen de jas van de Zara en Michelle's van H&M. En verder is mijn hele outfit van H&M. En mijn schoenen van Dr. Martens. En mijn tasje van Michael Kors. En ik ga nu naar Nook. Ik heb wel even een afspraak. En daarna boodschappen doen. Vandaag is zo'n dag dat ik echt super agressief ben in het verkeer. Omdat ik heb twee keer gewoon op de heenreis naar het sporten en net op de heenreis naar Anouk. Heb ik iemand voor me gehad die gewoon 30 reed waar hij 50 mag. Die ene, die van net heb ik nou maar ingehaald. En die bij het sporten, dus de eerste persoon die dat deed, daar heb ik naar getoeterd en geseind. En uiteindelijk heeft hij de auto langs de kant gezet zodat ik hem kon inhalen. En dan heb ik ook nog... kinderen die geen hand uitsteken. Jongens, wat is het voor moeite om heel even je hand uit te steken. Om te laten weten waar je met de fiets heen gaat. Het is echt super vervelend om als automobilist ergens op te wachten. Waar je niet op hoeft te wachten. En daarmee hoopt de hele verkeer op. Dus ja, ik wil je zeker aansporen om gewoon je hand uit te steken. Als je op de fiets zit. Het is super, super irritant. Maar goed, nu ga ik heel snel naar mijn afspraak. Want het is alweer 4:30 en ik had 3:15 bij Anouk moeten zijn. Dus, let's go. Nou, afspraken zijn weer geweest. Ik ga heel snel boodschappen doen. Ik ga vanavond overschoten maken. Maar ik heb daarvoor nog niks in huis. Ik moet heel veel boodschappen bestellen. Dus ik ga heel snel boodschappen doen en dan op richting huis. En mijn camera is ook leeg. Dat is helemaal top. Ik heb wel een extra batterij bij trouwens. Ik ben voorbereid tegenwoordig. Ontzettend op de proef gesteld vandaag. Nu zit ik weer achter een vrachtwagen. Boodschappen zijn binnen. Ik rijd nu rustig naar huis. Doe iets wat levensgevaarlijk is. Dus doe me alsjeblieft nooit na. Vlog achter de auto is net zo gevaarlijk als op de telefoon. Echt nat dan eigenlijk wat ik nou aan het doen ben. Dus ik ga er ook snel mee stoppen. Ik ga beginnen aan het eten. En ik ga dit maken. Ik heb dit nog nooit eerder gemaakt. Maar het ziet er wel heel erg lekker uit. Het is in ieder geval broccoli. Met gehakt en tomaatjes. En nou, dit ga ik gewoon helemaal klaarmaken. Dus ik ben benieuwd. Het duurt maar 20 minuutjes. Het ziet er wel heel lekker uit. Ik kan niet anders zeggen dat het er niet super smakelijk uitziet. Maar het ruikt wel heel lekker. En dat is belangrijk. Want dan smaakt het waarschijnlijk ook lekker. Dus wij gaan nu lekker eten. Deze schoenen onder deze broek kan echt niet. Maar ik doe het toch. Want ik ga samen met Pip naar Wesley en Klein. En naar Mira, hè? Gaan we naar Mira? Dus ik ga even mijn tas pakken. En dan gaan wij daarheen. Mila moet de hele avond editen. En vanavond gaan we nog heel veel spelletjes spelen. Wat doe ik hier? Helemaal niks. Ik moet mijn tas pakken.
hang mijn tas altijd op in de berging. Ik hou van een opgeruimd huis. Je hond zit alleen maar te likken hier. Ik zie er niet uit. Oh, Wesley ziet er niet uit. Ik heb er niet. Nou, dan doe ik wel mijn hoofd voor je. Oh, waarom nou? Hele kussen is afgelikt. Hoeft ook niet. En Mira is een beetje verplaatst, want de kussen staan normaal daar. Kijk hoe nat. Hé. Hey. En nou wil Mira de hele tijd spelen. En Pip heeft er geen zin in, hè, Pip? Nee, vandaag even niet. Zoals je... Nee, ja, ik weet het ook niet. Ik ben weer thuis en wij gaan weer het visjespel doen, Milan en ik. Je gaat niet editen, toch? Ja. Nee, je zei toch dat we nou zouden spelen? Nee, fuck jou, man. En ik hoop ook niet dat het zo afloopt met Pip. Wat meer wil deze stoel? Ja. Net mijn eigen nieuwe stoel. En moet jij en dan mag ik erop zitten. Super lief. Gisteren zette Milan een stoel voor mij klaar. Nou lijkt het net alsof ik een of andere bitchvriendin ben. Huh? Maar dat ben ik helemaal niet. Nee, totaal niet. Heb je 7-Up gedronken? Ja. Sinds wanneer lust je dat? Sinds dat het bestaat? Weet ik veel. Oh, oké. Maar hij is nog maar heel even goed, een maand. Daar komt Pip aan. We moeten hem wel drinken, toch? Daar komt ze aan. Daar komt ze aan. Pip de Puk gaat trouwen. Hoi meisje. Hallo Mieske. Lekker ding van me. Heb je lekker brokjes opgegeten? Goed tijdstip wel, hè? 10:45. Zo is het. Zo. We hebben net gegamed en ik ga nu naar bed. Ik ga mijn tandjes poetsen, mijn make-up eraf halen. Dan ga ik lekker een petje in. Ik heb het heel koud, de hele dag al. Echt super vervelend. En dan moet ik ook nog de verwarmer gaan uitzetten, want anders is dat allemaal niet echt heel goed voor het milieu natuurlijk. Dus ja, ik ga naar bed. Mijn lippen doen pijn. Ze zijn nu ook helemaal kapot. Wauw. Oké, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Het moment van de maand is daar. Het oude papier. Ja, dit is echt niet normaal hoor. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik heb echt een hekel aan deze dag. Ik krijg gewoon heel rustig.